Zou je een laboratoriumkroket uit de muur trekken? Dit is de Universiteit van Nederland. Allemaal bekend, hè? Frikandel. En de hamburger overgewaaid uit de Verenigde Staten. Wie van u eet liever een frikandel? Eén persoon is, drie personen gelukkig zijn, vier zijn zo, vijf zijn zo moedig om dat te bekennen. En wie eet liever een hamburger? De rest neem ik aan dan. Behalve de vegetariërs natuurlijk, die eten ze geen van beide. Die vijf mensen die een frikandel eten, weten jullie wat hierin zit? Wat? Paardenvlees, ja. Slagroom? Slachtafval. Ja, wat verstaat u onder slachtafval? Koeienogen, heb ik ook heel vaak gehoord. Koeienogen, ja. Kip, ja. Kalkoen, oké. Nog meer? Scrap, afval, ja. Goed, dit is... ik vind het dus heel bijzonder dat als ik dit aan 8 tot 12-jarige kinderen vraag, dan zijn er veel meer liefhebbers voor deze frikandel. En als je dan vraagt, weet je wat daarin zit, dan beginnen ze een beetje vies te kijken. En dan zeggen ze inderdaad koeienogen of uier of organen. En toch wordt dit gegeten. Dat is raar, hè? Dat is heel raar dat gegeten wordt. Het is eigenlijk een heel fatsoenlijk product overigens. Ja, er zit paardenvlees in, ongeveer 40%. Het is voornamelijk kip en veel water en meel. En het is alleen maar een smaak doordat er kruiden aan toegevoegd zijn en doordat je het in de frituur stopt. Hè? Dat is duidelijk, maar goed, dat terzijde. Maar het is dus eigenlijk een heel fatsoenlijk product. Maar het gekke is dat we denken dat het rotzooi is en we eten het toch. Hoe kan dat? Dus wij gaan heel gek om eigenlijk met wat wij eten. Dus we kunnen inmiddels vlees namaken. We kunnen het van plantaardige eiwitten maken. We kunnen het van insecteneiwitten maken. We kunnen het kweken. En dat klinkt allemaal eng. En dat lijkt allemaal een beetje raar. Maar aan de andere kant hebben we hier geen probleem mee. Hoe kan dat nou? Hoe werkt dat bij ons? Hoe werkt het bij ons dat we sommige dingen... dat we er eigenlijk nauwelijks over nadenken, of als we er wel over nadenken, het verkeerde beeld hebben en toch nog eten. En andere dingen afwijzen. Insecten, waarom wijzen wij insecten af? 2 miljard mensen in de wereld eten insecten. En die zijn gezond en daar mankeert eigenlijk niks aan. Wij zijn eigenlijk de uitzondering dat we geen insecten willen eten of durven eten. Paddenstoelen. Bos staat vol met paddenstoelen, kun je zo allemaal gaan zitten eten. Maar wij eten alleen maar paddenstoelen als ze wit zijn en uit een grot komen en van de Albert Heijn komen in een plastic bakje. Dus we hebben hele rare ideeën eigenlijk over hoe we dat eten. Goed, wat bepaalt dat allemaal? Nou, prijs natuurlijk, dit ding is hartstikke goedkoop, hè? Kost, 50 cent of zoiets. En als je het bij de frituur haalt, 1 euro. En dan heb je calorieën ervoor, dan zit je vol en dan, prima. Dus prijs is een belangrijke factor. Die hamburger die wij gekweekt hebben, die kost nu 250.000. Dat is niet zo heel erg handig. Daar gaan niet heel veel mensen gaan zich dat voorloven. Dan moet het wel heel bijzonder zijn. En zelfs dan nog. En wat is nog meer? Smaak natuurlijk is van belang voor of we dit gaan eten of niet. En ik denk wat heel erg belangrijk is, kennen we het of niet? We hebben in Nederlands hebben we die uitspraak, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Nou, dat geldt niet alleen maar voor boeren. Dat geldt ook voor het grootste gedeelte van de gemeenschap. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor dat paddenstoelenverhaal. Als je die paddenstoelen in het bos niet kent, dan eet je ze niet zomaar. En dat is iets wat natuurlijk een hele goede functie heeft, want dat zit evolutionair stevig in ons verankerd. Dat we geen giftige dingen eten. Want daar ga je onmiddellijk dood aan. Dus er zit een heel primitief soort brein in ons brein, het zogenaamde reptiele brein. Dat maakt dat we beslissingen nemen op grond van eeuwenoude of evolutionaire principes. Dingen die we niet goed kennen, zijn we een beetje afwijzend, staan we daar tegenover. Dat kan allemaal verholpen worden.
door daar informatie over te geven en uiteindelijk te laten zien dat die dingen niet zo schadelijk zijn. Goed, de prijs is natuurlijk wel van belang, die 250.000 euro, dat gaat het even niet worden. We hebben overigens, toen we die hamburger maakten, hebben we natuurlijk meerdere hamburgers gemaakt. Die kok die moest een dag van tevoren natuurlijk even proberen of die hetzelfde bakte als de normale hamburger. Want het is een beetje slordig voor al die camera's als je zo'n hamburger van 250.000 verbrandt. Dus die moest een dag van tevoren proberen. En die hamburger die is inmiddels geplastineerd en zit in het Boerhavenmuseum. Maar die prijs, dat is wel een probleem. Nou hebben we daaraan zitten rekenen. En als je opschaalt, de productie opschaalt, en nog steeds met onze huidige tamelijk krakkemikkige productie, maar wel opgeschaald, dan gaat die prijs al terug naar iets van 60 euro per kilo. Dat is nog steeds heel veel. Maar dat begint al in de buurt te komen van wat we zouden kunnen accepteren. Vergis je niet, de prijs van vlees gaat ook omhoog. Hè? Wordt een schaars product als we er niks aan doen. De prijs gaat gewoon omhoog. Het heeft zo'n kweekvleesproduct, als je daar informatie over geeft, heeft allerlei voordelen. Het vermindert belasting voor het milieu. Er is aan gerekend 90% minder land, 90% minder water, 60-70% minder energie. Moeten we allemaal nog aantonen dat we dat halen. Maar als we dat halen, heeft dat enorme voordelen. Dus kunnen we rationeel bedenken, dat is niet ons reptiele brein, hè, dat is ons nieuwere brein, kun je beredeneren dat dat iets is wat we zouden moeten willen. Goed, dus wat zijn de voorwaarden voor succes voor zo'n hamburger? Dus er zijn een aantal vrij simpele voorwaarden, zal ik maar zeggen. Of makkelijk te bedenken voorwaarden, laat ik het maar zo zeggen. We moeten het efficiënter kunnen produceren dan zo'n koe, anders heeft het geen zin. Hè? Dan kunnen we net zo goed een koe gebruiken. Het moet lijken op vlees, want het moet hetzelfde zijn als vlees. Want wij willen vlees en geen vleesvervangers. Hè? We hebben vleesvervangers genoeg op basis van plantaardige eiwitten. Zijn hartstikke goed voor je. Het is een mythe overigens dat wij vlees moeten eten voor onze gezondheid. Geen enkele reden waarom wij vlees zouden eten voor onze gezondheid. Je zou eerder kunnen beredeneren dat het zo'n makkelijke bron van calorieën is dat we er allemaal vet en vatzig van worden. En dat het ons cholesterol verhoogt. Dus en dat beetje ijzer kunnen we ook wel op een andere manier krijgen. Het enige waar we een klein beetje zorgen over moeten hebben is vitamine B12. Maar dat kun je uit vis en uit allerlei andere producten krijgen, uit eieren. Maar je kunt het ook gewoon maken en als pil krijgen. Dus je hebt eigenlijk voor je gezondheid niet zozeer vlees nodig. Maar wij willen het zo graag. Wij vinden het zo lekker. En dat betekent dat als wij vlees kweken, dan moet het net zo lekker zijn als gewoon vlees. Anders dan schiet het nog niet op. Goed, en dan moet het natuurlijk kosteneffectief zijn. Nou, daar heb ik het al even over gehad. En vervolgens moeten we het allemaal accepteren. Moeten we het gaan eten. Hoe doe je dat? Hoe verkoop je zoiets als een kweekburger? In de kranten heeft al gestaan Frankenburger en Lab Chops en weet ik wat allemaal niet meer voor een kreten. Dat is geen hele erg goede marketing techniek. Ik ben geen marketeer, dus ik zou het eigenlijk ook niet weten. Maar het is wel goed om te analyseren waar dat nou vandaan komt, die weerstand tegen kweekvlees. Overigens moet je het een beetje relativeren. Meteen voorafgaande aan de presentatie in Londen hebben we een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking gevraagd. 15.000 mensen, over een aardig verhaal. Ik word veel benaderd door middelbare scholieren die hun eindexamenproject willen doen. En die willen dat dan over kweekvlees doen, want dat is hot en modern en hip. En die, nou, hip mag je niet zeggen, geloof ik, maar hot. En die komen dan bij mij van, kun je me daarbij helpen? Nou, dat zijn zoveel scholieren, dat ik zou dat wel willen, maar dat lukt mij niet. Dus meestal gaat dat niet door. Maar dit meisje, dat was een buurmeisje van een collega van me. En die denkt, ik doe het slimmer, dus ik doe dat via die collega. Ik zei, nou, vooruit dan maar, dan ga ik dat begeleiden. Die heeft die zegt, ik ga een vragenlijst samenstellen voor mijn vrienden en vriendinnen en voor mijn familie.
En ik ga onderzoeken of zij dit zouden willen eten of niet. Nou, prima. Dus we hebben samen gewerkt aan die vragen. En toen hoorde ik 2 maanden niks. Ja, ik zal wel tentamens moeten doen of weet ik wat. Maar ik hoorde 2 maanden niks. En toen belde ze me op en zei, vind je het goed dat over een week Flycatcher je belt? Met het voorstel om een onderzoek te doen. Ik zei, nou, prima. Dus die Flycatcher die belde mij. En dat meisje, dat heeft het voor elkaar gekregen om een professioneel surveybureau onder 15.000 Nederlanders een survey uit te zetten met iets van 30 vragen, waar een enorme database van materiaal uitgekomen is en waar wij tot op de dag van vandaag onze vruchten van plukken. Dus zo zie je maar hoe een enthousiast iemand door ook wel een combinatie van geluk natuurlijk en doortastendheid dingen kan bereiken. Die vragen die daar gesteld zijn, onder andere van vindt u dit een ontwikkeling die zou moeten plaatsvinden, bent u hiervoor? Nou, een tamelijk neutrale vraag. 63% van de mensen zegt ja, zijn we voor. Nou, nogal wiedes, hè? Want je lost het vleesprobleem op en je krijgt toch vlees ervoor in de plaats. De volgende vraag is, zou u het kopen als het in de supermarkt aanwezig zou zijn? Nou, dat is al een wat moeilijkere vraag. En daarvan zegt 25% no way, of waarschijnlijk niet. En 75% heeft allerlei gradaties van, nou, misschien wel of zeker. Dus dat valt eigenlijk nog wel mee hoe de. En het is nog steeds een academische exercitie, hè? Het ligt nog niet voor je op je bord. Maar het heeft ons al wel een boel vertrouwen gegeven in dat er een basis is, althans onder de Nederlandse bevolking en overigens ook onder de Britse bevolking, om dit voor te zetten en eventueel te laten accepteren. Dus de. Maar nog steeds, er is, we weten dat niet helemaal zeker. Dus wat bepaalt nou of mensen dat willen gaan eten of niet? Nou, 1 is dus onbekendheid. Dat is makkelijk op te lossen. Je geeft gewoon informatie erover. Dan moeten ze je nog wel vertrouwen natuurlijk. Maar dat is een kwestie van dat goed aanpakken. En 2 is denk ik een belangrijk principe. En dat is dat wij graag controle willen hebben over hoe ons voedsel gemaakt wordt. Dat is ook een beetje dubbel, hè, want de meeste van ons hebben geen enkele controle over hoe ons voedsel gemaakt wordt. En dat accepteren we dan ook. Maar een duidelijke stap naar nog minder controle wordt toch niet makkelijk geaccepteerd. En we hebben het idee dat we controle hebben over de koe in de wei. Dat is natuurlijk niet zo, maar we hebben zeg maar, het afgeleide idee dat de natuur, wat dat ook wezen mag, natuur die zich over vele miljoenen jaren geëvolueerd heeft, dat die op een of andere manier die koe controleert, zodat daar niet al te veel gekke dingen gebeuren en we rustig het vlees van die koe kunnen eten. Dat is een beetje een raar idee, maar ik denk dat dat het idee is wat we vaag hebben als we het werkelijk analyseren. Dus hoe kun je dat veranderen? Hoe kun je zorgen dat mensen controle houden over hun voedselproductie? Cor van der Welen, een collega van mij, filosoof en iemand die veel meer van consumentenacceptatie weet dan ik aan de Universiteit van Wageningen, die heeft samen met een aantal studenten daar designprojecten voor ontwikkeld. En die heeft gezegd, stel nou dat je in een gemeenschap, in een wijk bijvoorbeeld van Amsterdam, heb je een kinderboerderij. Daar heb je een paar koeien rondlopen, je hebt een paar schapen rondlopen en varkens en kippen. Die prik je eens in de zoveel maanden prik je die in de bil, neemt daar een stukje vlees uit en in een schuur naast de kinderboerderij ga je vlees zitten maken voor die gemeenschap. Heeft allerlei voordelen, je hebt geen transport, kinderen zijn betrokken bij hun vleesproductie, families zijn betrokken bij vleesproductie en je hebt het gevoel dat je controle hebt over je voedselproductie. Prachtig. Weet je of het allemaal gaat werken of we zo idealistisch romantisch zijn dat ook werkelijk gaat gebeuren. Dat is een tweede, maar het maakt in ieder geval duidelijk dat je aan de ene kant de technologie hebt. Iets wat misschien een beetje griezelig is. En aan de andere kant hoe dat
uiteindelijk geïmplementeerd wordt. En wij hebben onmiddellijk de associatie van kweekvlees. Oh, dat gaat in grote fabrieken gebeuren. Dat gaat Unilever gaat dat in Tanzania doen of in China. Hè, goedkope lonenlanden. We hebben daar geen enkele controle meer over. Dus dat is eigenlijk de associatie die we daarmee leggen, denk ik. En als we dat kunnen vermijden door dit soort scenario's te schetsen. Hè. Ik heb het scenario geschetst dat je in je eigen keuken vlees kunt gaan zitten maken. He, die technologie is tamelijk simpel. Als je die stamcellen gewoon over internet kunt bestellen. En je kunt die cellen gewoon laten groeien in een incubator. Dat is het omgekeerde van een koelkast. En je laat die cellen gewoon hun werk doen. Dan kun je dat doen in je keuken. Je moet ongeveer 9 weken van tevoren weten wat je wil eten. Maar dan moet je met je groentetuin ook. Hè? Dat kost ook een aantal weken voordat die sla klaar is. En dan zijn er meestal 20 kroppen tegelijk klaar. Dus dan weet je ook weer niet wat je ermee moet. Maar dus het kan. Hè? Het geeft het principe van we hebben een technologie hier die misschien een beetje griezelig is. En hoe je dat implementeert. En je kan die controle over je eigen vleesproductie houden. Goed. Hamburgers maken is één ding. Dat is relatief simpel. Maar er is al eerder genoemd scrap meat, hè? Afschraapsel van het karkas. In wezen worden hamburgers daarvan gemaakt. Dus in wezen is een hamburger een bijproduct van een biefstuk of een hamlap. En als we daar niet aan werken, aan die biefstuk werken, dan maken we nog steeds geen verschil met het reduceren van het aantal koeien in de wereld. Dus hoe we een biefstuk zouden kunnen gaan maken, daar ga ik het in het volgende college over hebben.